Sin City Dream is onderweg naar de start. Bevindt zich al op het middenstek. En ook Torpedo S is onderweg. De kleine paarden zijn in het strijdperk, Martin. Inderdaad. Torpedo S is nu ook onderweg naar het startpunt van de Westpool. Dus de hoogte van het middenstek. Klaar maken, op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Totalisator, dit is start. En de paarden zijn gestart en in de rechterbaan van Ombols met Sin City Dream. Die heeft het voordeel. Op Torpedo S en Wim van der Mespel, maar die is dichtbij en komt wat dichterbij nog. Naast elkaar gaan ze ophaken en slagen. Torpedo S neemt de leiding over. Als de paarden nog 50 meter te gaan hebben, de Sin City Dream is weggesprongen. En krijgt de witte vlag en dat betekent een 1-0 voor Torpedo S. En die komt bij de volgende start door de rechterbaan. En dames en heren, alsjeblieft een vriendelijk doch dringend verzoek om tijdens de rit achter de hekken te blijven. De reden is heel eenvoudig. De keurmeesters communiceren met elkaar met de vlaggen. En het zal heel vervelend zijn als natuurlijk daardoor een miscommunicatie ontstaat. Een vlag bijvoorbeeld de verkeerde baan ingaat. Met alle enorme gevolgen van dien. En we willen natuurlijk een sportieve strijd blijven houden. En daarom alsjeblieft nederig vragen uw medewerking om de korte baan zo sportief mogelijk te laten verlopen. En dus achter de hekken te blijven totdat de hele rit voorbij is. Een oproep voor mevrouw Tamara de Leeuw. Mevrouw Tamara de Leeuw wordt verzocht te komen bij John de Leeuw bij de auto. Dank. Paarden zijn weer onderweg.